Gervers. Balletje naar Ruben Schaftenaar. En scoren van Brockgartner op assist van Marijn Ververs. Leiden op voorsprong. Heel flink heen weer gedribbeld. Dat had 3 seconden kunnen zijn. En Schaftenaar van dichtbij op assist van Luc van Bree. Om op voorsprong te komen. De Lamieux. Wel heel veel mag naar de basket. Geen helpside. En Sunny dunkt. Ververs had de airball van Jones te pakken, of de rebound. Dribbel naar buiten, was natuurlijk nog weinig tijd op de shotklok. En fakte een paas en stond opeens helemaal vrij en gooit de bal erin. Ja, Marijn Ververs een dunk. Zie je niet vaak, maar... Ik heb er wel van gespeeld. Rob naar lopen, maar was ook geen balcontrole. Dus dan mag het misschien doorgaan. Hoewel het publiek wat anders vond. Hier bij de ring gekomen of niet. Ja, Antoine. Ja, Van Bree. Ja, kijk het. Ja, je zag al meteen dat hij achter de feiten aanliep. En dan en ook Christophe Michiels. Die met een slag is. Is daar assistent in het nationale team. En dit mag natuurlijk niet gebeuren, Martin. Een hele mooie fuckbreak van Keel. Maar die krijg je zomaar over je heen gespeeld. Ja, dat is geen verdedigend evenwicht. Dus werd flink geklummeld in de rebound. Ja, en dan loopt ook Spread liet hem op, hè, tegen Ververs. Ik weet niet. Oh, Bouknecht. Ja, he is back. Maarten Bouknecht. Ja, die komt echt steeds beter op stoom hier, Ververs. Oeh, ja, ik wou zeggen, dat had eerder gekund. En ja, netjes in tweede instantie. Soms als je dan eerst twijfelt, dan schiet je de naam meer Bill-reclame bij Limburg. DB Video bedrijf dat de producties maakt voor de televisie in de België. Oeh, mooie smash. Verre bal. Het is ook heel moeizaam aan het scoren. Ja, veel te makkelijk deze backdoor. No rim protection ook van Leiden. En dan, nee, toch geen time-out. Ik voel even een time-out aankomen. Nee, ik kan niet challengen voor mij. Het is geen dat de vraag of het kan. Dat is dus, dat is een heel boekwerk over. Hij heeft de B-Nexplik heel goed uitgewerkt. Goeie paas op Jones. Assist Duco. Dunko op Bos. Ja, dat gebeurt ook massaal. Ook in Hasselt, mensen. Het mag. Van Bree, de schutter. Free is good. Nothing but net van Luc van Bree. Had het tergend langzaam langs die baseline. Waardoor het spel door kan gaan. Afgelegd. En dan naar de... Ja, goed gedaan. Goeie paas, zeg. Roeland Schaftenaar erin. En making things happen. Timeout on the floor. Maar dan Zwolle zit in Leiden wel op de hielen. Goeie paas op Schaftenaar en is die... Oké. Kijk, toch zagen we hem wel een driepuntje raak gooien, wat hij een aantal jaren geleden wat vaker deed. De laatste tijd wat minder dan net op tijd, denk ik. En oh, die is goed voor Brockgartner. At the shot clock buzzer for 3. Ze had alle twee aan de keer. Goeie paas, goed gelopen. Teamplay van Leiden, schitterende play. En daar is het Van Bree die afwerkt en erin. Misschien komen we er nog wel op terug als we tijd hebben vandaag en anders de komende weken. Maar dank je voor de toelichting. Sergio de Randami zagen. En daar een mooi schotje van de Zeeuwen Leiden. De scores vallen opeens wat makkelijker. Ja, moet je natuurlijk niet te hard zeggen. Ja, slecht. Weer twijfelen van Jones. En mooi gedaan. Zeg, komt daar inglijden alsof die Dr. J zelf is. Terwijl hij nu wel onderuit gaat. Zo is dus Ozemi erin gekomen. Die blijkbaar wat... daar ook een man aangeslagen op de midline op het gezicht. En die lay-up gaat goed voor Van Bree. Prima gedaan. Ook... Laat maar zitten. En wel een portie maar een fikkie. Mismatch per Garven, hoor. Zeker. Die paast goed. Nou, moeilijke bal, hoor. Tussen twee man in. In het begin ging het hartstikke snel. En op een gegeven moment is het gebeurd van alles. En moeten we even terugkijken. Hij heeft geen fouten gegeven. Koos komt daar ver. Ja, dat is dan lekker afspraak. Want dan deed hij de tijd al goed vrijgekomen. Het buzzer. Zou het reëel zijn om te voorspellen, dat is bijna nooit reëel, maar dat Leiden tweede of derde wordt, Martin. En als je dan tweede wordt, dan speel je tegen de nummer 7. Dat is het grootste je scoort. Hier Gardner.
Ja, die, dat is wel aan hem besteed, zeg. Even flink contact gemaakt met Delalieu. Die dat... Hier Jones. Net geen lopen gemaakt. En dan heel goed naar de ring gegaan door Gross. Prima gedaan. Prima fundamentals. Lekker layuppie. Gaat naar 6 punten. Begint ook een beetje los te komen. Zo begint iedereen bij te dragen bij Leiden. En dan kan het wel eens leuk worden. Oeh, Keel krijgt hem er toch in. Er zat iemand enorm naar die bal te grabbelen. En dat zagen we ook. Ja, goed gedaan. En dan is het Van Bree. Oh ja, pas op het blok. Gigantisch blok. Gigantisch blok. Die al lekker speelde. Een goede momenten had. Bakker. Nou, tegen de schotblokken. Nou, probeer het dan maar eens. Ja, probeert het wel. Onderhands. Ja, raakt wel de ring. En dan Gross heel actief. Ja, goed gedaan door Gross. Maakt het Tarek Seron heel moeilijk, maar die komt er toch nog goed uit. Oh, en dan achter de rug. En dan slechte turnover. Zo 2 achter elkaar voor Limburg. Staan er te schutteren. Oh, mooi doorgetipt in de lucht. Ja, Leiden. Wel met Bouwknecht. En die laat het even aan de over. Goed gesteken, elkaar. Moeilijke bal. Push shot. Oeh, knappe bal zeg. Met enige moeite weet Leiden de bal in het veld te krijgen. En met enige moeite ook met Bouwknecht. Hoe gevaarlijk. Maar nu wel een goede tijd benut. 5 seconden. Goeie paas van Bouwknecht. Dat is the way to play, jongens. Uitstekend. Dat is nu 12 punten. En zo zakt Limburg toch aardig weg. Moet wel een klein wondertje gebeuren met nog 3 minuten te gaan. Ja, dat is de jinx van de eerste orde. Sijsens, die weet ook even geen raad, geeft hem af. Willem afgeeft, goede paas, goed gechallenged nog wel door Joost, maar die denkt ik heb 4 fouten, dus ik moet wel een beetje oppassen. Wij gaan straks de interviews opnemen, die zijn dan later in de komende dagen, terwijl dit leepje goed is van Hammonds, die we weinig gezien hebben, 4 puntjes voor hem. Ik vond het meer een steal van Joost. Ja, nee, ook. Bouwknecht, die gooit hem nog eens een keer weg, jongens, dit heeft niks met basketbal te maken. Neem de tijd. Hou de bal gewoon zelf vast. Je hoeft niet te pasen. Als je je carrot gaat hakken, dan hoef je niet weg te pasen. Nou, met enige moeite, maar wel een open man gevonden. Garner, lekker hoor. Zo wordt het toch nog een beetje geflatteerd. Het is opeens plus 14. Dan hebben ze hem heel snel in de scouting gezet. Nee, jongens, scoren, wat moet hij er nog bij? Dat gaat heel traag. In de scouting staat hij wel goed. Plus 14. Nog steeds niet op het scorebord. En hier... Weer een strip. Die 3 punten van Leiden staan nog niet op het scorebord. Tenzij het weer zo is dat de last dat ze een foutje hebben gemaakt. Dat is, blijft een beetje verlaagd. Maar hier Gross, die drukt hem prima binnen zeg. Dus daar moet nog even goed naar gekeken worden of het nou 72 of 75. Maar die zitten vlak bij elkaar, de scouts en de mensen van de jury. Dus die gaan het vast samen oplossen. Dan dit balletje valt niet voor Hammonds. En zo is het toch uiteindelijk een redelijk overtuigende winst.